Weet jullie waar die balen schuur is? Dan moet je even goed kijken, want het zit ergens. Dan moet je een of andere trigger losdoen, volgens mij. Ik kom anders wel even kijken, Niels. Even kijken, dit is van de koeien. Ik kom eraan. Ja. Het is wel een ijselijke boerderij, hè? Even kijken. Ja, je moet even kijken, je hebt zo'n verzamelplek hier. Waar ben je? Maïs, gerst, havertrigger, hopfen, sojabonen, malts, wijntrauben. Ik weet niet of je hier doorheen kunt rijden. Hier kan het. Waar ben je? Volgens mij was het hier. Hier. En deze, oh, achter je, achter je, achter je, achter je, terug, terug. Hier. Volgens mij hier. Oh ja. En er staat hier, Niels, alles wat je hebt. Oké, ik ga even gauw de wagen halen. Op zo'n gebouwtje, daar staat alles van hoeveel je wat hebt, zeg maar. En dit zijn ook alle gewassen die er liggen. Oh hier, nee, hier. Voor mij moet deze hebben. Nee, Wel, dat is wij. opslag. Ja, dat is toch de bedoeling? Waar ben je nou dan? Aan de achterkant. Oh, wacht even. Ja, wacht even. Dan zal ik hem even aanzetten. Even kijken. Ja. Dit zijn Even dus, kijken. ja. Dit is de balenopslag. Die andere is de strooopslag. Dus je kunt ook nog stro opslaan, zeg maar. Ik denk niet dat je op de trigger moet gaan staan. Ik denk dat je net naast de trigger moet staan. Wat is dit dan? Oh, lampjes aan. Oh, hier heb je een stro. Kun je er Ja. alsnog stro van maken, zie je dat? Even kijken. Hier gaan ze al weg, zag ik. Ja, want ik heb er al minder. Hier, zet ze maar neer. Moet je hier in deze trigger, ja, moet je ernaast rijden, zo ja. Duizend liter. Alleen, je ziet ze niet, dat is wel jammer. Ja, die komen nog, hè? Want het is. Hoppa. Dus die balen komen nog. Ja, maar je moet even kijken. Stro. 10 miljoen liter per uur. Zo werkt die. Dus dat komt nog wel. Eigenlijk, oké. Hij zit nu vol, zeg maar. Ja, ik ga verder met persen. Je moet even goed uitzoeken waar alles zit, waar alles heeft triggers en. Dat is even, het begin even lastig, maar. Ja, je moet even uitzoeken hoe het allemaal zit. Ja, ik moet wel doorrijden, want ik. Ja, ik heb al een andere trekker, maar ik weiger die van massief ergens onder voor te zetten. Dan pak je die 9, 900. Ja, heb ik al. Ja, dat is 700. Maakt niet uit, deze rijdt ook hard. 900 van mij, die staat ook bij. Ja, kom goed, jong. Pop, pop, pop. Kiek het ding daar gewoon, hé, Stef. Ja. Komt wel een drekketje. Maar die balenpest was. Die balenpest was ook niet echt nodig geweest, hè? Zo groot. Kleintje doet het ook, hè? Hebben we al een ploeg, of niet? Lijkt me of je onder nieuw. Hey, je lijkt me of je onder nieuws hebt gewerkt, joh. Opvoeding noemen ze zoiets. Voeding, die opvoeding die moet nog komen. We hebben geen kleine vierkantige balenpers, hè? Dat zijn alleen maar ronde.
Ja, maar je hebt ze wel iets kleiner qua trekkaart, zeg maar. Dit is meteen de lompste die je kunt vinden. Nu kun je ook precies zien in dat rijtje, jongens, wat jullie allemaal aan het doen zijn. Ja. Dus dat is ook wel leuk. Ja. Het is lang geleden dat we met zoveel man op één boerderij gezeten hebben. Kan ook weer gezellig worden. Maar hier kun je ook zeggen, oké, weet je, ik heb geen zin om samen te doen, ik wil ook zelf iets beginnen, weet je wel. Het is groot genoeg. Stroo heb je ook nodig, jongens, voor de stroopellets, hè? Ja, en voor krachtvoer. Even kijken. Ja, ligt bij de kachel. Even kijken. Rode kool, salade, en ik hier om het los. Ja, want je kunt die benamingen, Niels, ook nog omzetten naar Nederlandse benamingen. Dat zou wel chill zijn. Dat zou zeker wat zijn. En de fruitsoorten die je oogst. Die kun je ook in het Nederlands neer gaan zetten. Dan moet je alleen XML allemaal gaan aanpassen. Dus bijvoorbeeld kartoffelen kun je ook in XML veranderen, gewoon naar aardappels, weet je wel? Ja, dat is wel een werkje. Maar... Alleen de benamingen veranderen? Ja, om alles te veranderen. Ja. Maar daar hebben we er ook de tijd voor. Wel doorreizen, Anne, want dan wordt gelijk geploegd. Ja, zout lekker op, jong. Ga eens erop. Heb je hem over dwars laten rijden, die ploegen, of niet? Nee, hij gaat heen en weer, zo. Ja, dat doe ik vanavond ook nog, als ik mee zit. Die ploegen nog, Ja, die ploegen, jazeker. Maar weten jullie ook wat de kleinste discotheek ter wereld is? Ja, je hebt me wel verteld, ja. Nee. Dat is de kut. Er kan maar één lid naar binnen, hij moet nog staan ook. En uiteindelijk gilden ze het uit. Hoppa. Weer een vraagje. Maar ik zou zeggen, probeer zoveel mogelijk te verzamelen nu. Klopt. En dan kunnen we later altijd nog verkopen, hè? Ja, ja. Oh ja, hij stapelt nou de bal op, ja. Je moet hem even de tijd geven. We hebben ook een grasland, toch? Ja, we kunnen ons ook even gaan mooien. Ja, best een stuk hoor.
kunt dus ook mensen, bijvoorbeeld als je geld hebt verdiend, kun je ze ook bijvoorbeeld laten bomhakken, weet je wel, of oogsten, zeg maar. Ja, maar wat dan wel, wat nou het mooiste is van één boerderij, dat je echt alles samen gaat doen. Dat is nou het houten rand, alles. Je gaat eerder samen doen. Ja, zullen we vandaag even dingen, er zijn er 3 of 4 man die, die het hout gaan transporteren, dat, want je moet soms een eind rijden. Ja, bijvoorbeeld. Snap je? Dus we gaan met 3 rijden en 2 die eentje zaagt en de ander die zorgt dat het bij elkaar gepakt wordt en dan rij je op en neer. Sander, dat is allemaal al geregeld, daar hebben we allemaal al klaar staan. Ja, bij de bosbouw? Nou, kom maar meneer naar links. Ik heb daar al een kraan staan, ik heb al een grijper staan, ik heb alleen nog een die dat kan vervoeren. Of misschien nog een met een kraan die dat kan oplaaien ofzo, of kan zagen. Ik zou wel bijvoorbeeld dat beetje met trekkers houden en zo, dat maakt het wel leuk, anders dan maak je er gewoon een transportbedrijf van. Oeh. Dat je aanhangers met trekkers rijdt, zeg maar, met boomstammen bijvoorbeeld. Dat kan. Er kan niet zoveel in. Waarin? Wat zei je? In die silo van jou. Waar je ze nu inlevert, die balen. Ik weet niet. Ik kan maar 480.000 liter in. Dat tuteren zien niet op veld hoor. Ik heb dat tuteren zien niet op een veld hoor. Nee, maar ik dacht, ik jaak je even schrik aan. Maar je hebt hier dus ook kleine veldjes, snap je? Klopt. Dus als Robbie een keer komt, dan kun je zeggen, Robbie, als je alleen wilt spelen. Er staat ergens in de hoek, daar ergens staan kleine veldjes. Dan bouw je daar je boerderij of zo, weet je wel. Ja, dat kan ook, ja. Want de boerderij is zo groot dat niet alles erop is. Dat is jammer. Kijk Niels, en als we nu niet te veel meer met de mods gaan opkloten, dan blijft die server gewoon goed lopen. Ja, dat is wel. Maar weet je, het is nu bewezen dat het boel geen gekloot heeft. We kunnen ook mods die we niet gebruiken, kunnen er ook uit, hè? Of ja, eruit. Die kun je altijd offline zetten. Dat scheelt ook weer. Ja. Klopt.
Met de heimdaad kun je zelfs een verhaal hebben, bijvoorbeeld. Is allemaal wat je samen kunt doen. Ja, maar nogmaals, in deze map ook, je kunt alle kanten op. Dus je kunt met z'n allen ook productie starten. Hé, jongens, wat gaan we doen? Ga jij vanavond... Oh, ik weet, ik doe de pallets vandaag wel een keer, weet je wel? Ja. Maar goed, dat... kijk, ik weet niet hoe dat met Martijn en Elian allemaal zit. Nou ja, eigenlijk kan je daar op het moment even geen rekening mee houden. Ik snap, nou ja, het is... Als ze weer komen, dan kan dat wel, maar... Ja, maar omdat zij betalen voor de server, zeg maar. Ik weet niet hoe dat nu zit, zeg maar. Ja, dat weet ik ook niet. Ik weet ook niet hoe lang die server nog loopt, dat is ook... Even een dingetje. Dan neem ik aan dat hij contact met je opneemt om over te nemen eventueel. Ja. En dan verander ik eigenlijk ook weer de naam, denk ik. Ik zal hem zo eens een berichtje sturen. Dit is het enige veld waar we hebben, jongens. Ja, en het grasland naast de boerderij. Ja, ja, ja. Kun je er hooi van maken, jongens, hè? Nou, een pakkie. Trek hem wel uit de pers. Pop. Zo top, jongen. Je ram je dadelijk van zo. Ik trek hem gewoon uit de pers. Maakt me niet uit. Ja, als je dat bij de bevalling had gedaan, Niels, had je een pak smeer gekregen. Zo uitgetrokken, hoppa. Ginny te miepen, man. Wat nou bevallen? Kind nek gebroken, schouders gebroken. Ja. En deur. Ja, navelstreng door knippen, aan het werk, nou zelf je eten koken. Kom op, ik heb honger, ja, schiet op. Wie heeft de gewassen weer vernietigd hier? Waar? In dat pad hier, iemand is weer door dat pad gereden. Ik niet. Hey, is hij vol? Ja, hier vooraan bedoel je.
Hier vooraan bedoel je? Had ik op scan. Ja. En dan krijg je heel veel meteen met de combine gebeurd is. Maar toen waren we daar aan het oosten. En in één keer kwam er gewoon... gewoon dat bereik. Volgens mij was het ofwel een half stukje, ofwel een soort van decoratie. Oh, dat kan. Want deze vind ik wel raar. Deze fans krijgen gewoon de stoplampjes. En die luchthoorn is gewoon branden en die krijg je niet afgezet. Maar welke trekker? Die van Sander. Die 312, dat was ja. Ah, dan zijn ze dat erop gezet, alleen dan zijn ze niet ergens aan toegewezen. Lijst van de baal af. Ja. Jongen. Ik pak ze toch wel. Hoppa. Allemaal halve balen die daar in zitten, jongens. Kom op, Sander, een beetje doorrijden. Ja, een beetje doorrijden. Kunnen we zien dat jij weer het mooiste vak hebt? Je liggen niet alleen met de foto's met de poot omhoog, maar hier kun je ook gewoon met de poot omhoog leggen. Hup, schiet op ik. Hup, weer eruit. Die ogen dat niet halve baaltjes zijn, hoor. Ja. Ah, die halve verkopen we. Ja. Zo'n half uit, hè? Hoe staat het met ploegen? Oh, kijk. Ah, dat is wel een mooi klein ploegje. Ja, dat is die ene van René. Die 6 meter. Ja, ja. Hey, maar dan kunnen we veld 114 er wel bij kopen, of niet? Kan. Dan kan je hier mooi... Ja, alleen... 520.000. Ja, neem je 100.000 lening. Wat staat erop? Katoen. Katoen, ja. Ja, of je neemt die 112. Dat is ook tarwe. Oh. Nee, dat is... Ja, dat is tarwe. Dat is verdroogd. Papa, is dat verdroogd? Oh nee, wacht, dat is... Oh, ik zit verkeerde veld. Dat is gerst. Dat is ook verdroogd. Slaat dat uit trouwens. Even kijken. Ja, verdroog is dat uit. Dus dat moet sowieso geploegd worden. Ja. Zo, klaar Niels. Ja, ik denk dat we het veld nog niet moeten kopen, want daar houden we 10.000 over. Oké, okay, ja, hier heb je die vrachtwagen neergezet voor je met die felle bunch. Ja. Maar heb je dat veld ook gekocht, hè? Nee, je hebt nog niks gekocht. Nee, dat moet je nog kopen. Waar ik eerst aan het lachen, want anders dan had ik die ene bos gekocht in van 135.000, die ligt zo iets bovenaan. Nee.
maar één vraag, jongens. Als ik de map nu open naar land en ik wil naar land gaan kopen, kan ik selecteren. Sorry? Ah, maar dat kan dat dan juist. U min heeft gegeven. Nou ja, admin. Ik ben admin. Dan ga je naar de map. Land. Waarom kan dat? Ik kan er gewoon alles selecteren. Ik zie nu alleen de lamp. De lamp niet. Dan moet je op X drukken. Ja, dat doe ik ook. Oh, we hebben sinds gisteren. Hebben we land gekocht? Ja, een bos. Oh, een bos. Waar heb je het bos gekocht dan? Want ik zie hem dus niet. Wacht hè. Het is 123 en 124. Oké, wacht even. Hier gaan we dat voor dat verder gaan. De berg. Ja? Daar. Ja, daar, daar. Oh, achter hier. Ja, daar. Dat stuk. Dat stuk is allemaal van ons. En dan zo naar boven. Naast de linkerkant van die bocht. Oké, dus dat uitstulpje naar de rand van de map. Ja, en dan zo dat uitstulpje. Ja, ik zie het dus niet, hè. Volgens mij ben ik ergens aan het lekken of zo. Ik weet niet wat het is, maar... Ja, het is ook heel raar. Ik weet een mannetje staat hier naast de camion. Ja. Nee, dat ben ik zelf, dat klopt. En dan raar dat ik niks ga selecteren dan. Dat is ook heel raar, want elke keer als ik erin kom, dan gaat mijn muis... Hier, wacht, ik doe even opnieuw zo. Nee, ik kan niks selecteren. Ik kan wel, als ik iets aanklik, dan begint hij een soort overheen te swipen, zeg maar. Ja, ik zal hem wel. Hey, staat erna. Welk land is voor ons dan? Bij 124, ja, waar jij nu bent, Niels. Daar dat klein stukje, dat is maar een klein stukje. En dan zo richting naar huis. Oh, dus je bent wel kwijt. Oh ja, ik merk het. Huh? En die grijper kwijt. Ja, komt goed, jongen. Ah. Is de zagerij, of niet? Ja. Maar ik dacht, we begonnen de tafel eens een beetje te knoeien. Waar zijn jullie? Onderweg. Oh, je kan mooie foto's van maken. Moet je even wachten, Stef. Ja, je gaat toch heel draaien een berg op, dus je hebt al een tijd. Oh. Ik ben al aan het duwen. Duwen, Sander, duwen! Maar dan zouden we nog eventueel trekkers met late karren kunnen selecteren. Dat we die aanschaffen. Ik had één trailer al bij de boerderij staan voor houten laaien. Oh, ja. Ja, dat was alleen maar voor de camion. Is dat een autolood of handmatig laaien? Handmatig. Maar als we dat met z'n allen doen, dan maakt het ook heel leuk, toch? Ja, maar ja, het is dan met dat ik die grijper heb erop liggen. Dan leg je dat allemaal mooi op hun hoofd. En dan laai ik het rechtstreeks bijvoorbeeld allemaal op. Oh, kut. Wat is er, Niels? Ik was te laat een foto maken. Oh, je even blijven wachten. Het is een mooie foto dan. Ja, super. Het zijn wel leuke dingen dit. En zo zie je maar weer. Die trailer staat de boel ook heel stabiel op, zie je dat?
Het is niet dat hij er zomaar afvalt, zeg maar. Moeten we hier nog wat hebben? Normaal gezien zou het bosje waar we aan beginnen hier tegen. Ja, nog aan onze linkerkant. Deze. Hier. Ja. Dus rup. Ja, dan zou je dus hier. Nee, dat huisje is niet voor ons. Nee, dat huisje is het niet. Oh nee. Oh, dat bos bedoel je, ja. Maar dat is een aanhanger die je gekocht hebt, is voor de vrachtwagen waarschijnlijk, hè? Ja. Ja. Het gaat wel goed om die krant. Oh. Zo, kun je nog schuine rood kopen? Samen normaal is dit veld. Je gaat naar het verkeerde veld, ja. Of. Nee, dat hoort er net niet meer bij. Nee, dat hoort er dus niet bij te zeggen. Deze. Dan mag je daar beneden aan de andere kant. Dus in je middenkant van je bocht. En dan de uitstompelt aan de andere kant. Hier, dit stukje, hier die paar dan, zeg maar. Ja, ja en waar ik in vlieg. Dit is ook nog eens handig. Achter je. Omdat ik de camion heb erin gezet. Dit, heel deze stukje, dat is ook nog van ons. Heel deze bos. Waar zeg? Hoe? Hier, waar ik sta. Ik zie jullie ook niet staan. Hier achter, ja. Oh, dat is ook nog. Oké, okay, ja. Zal ik de trailer gaan halen? Koud. Kun je alleen de lengtes niet zien? Nee, dat kan je wel instellen. Ja, volgens mij heb ik ooit eens een keer gezien. Er was een machine, daar kon je zien hoeveel lengtes dat je zaagde. Er was een hutje, zat erin. Dus ik heb nu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 meter zou genoeg zijn, of niet? Ja, ik denk dat wel. Dat is wel lang genoeg. Dat is een mooie lengte. Wat voor trailer heb jij om te laaien? Dan moet handmatig erop geladen worden, of niet? Ik heb zo'n NMC gekocht, maar die staat bij de boerderij. Ik weet niet of ik kan laaien met Oh nee, dat ging niet, hè? Ah, oh, jongens, de boom is te dik voor dit werktuig. Oh, serieus? Ja. Kopen ze weer een werktuig die niet functioneert. Lekker hoor, lang. Echt weer die bellen. Te dik. Er is nog een andere zaag. Maar ja, dan moet je allemaal nog handmatig gaan liggen. Ja, handmatig liggen zagen. Heb je ook een klem voor deze kraan, of niet? Ja, die ligt op de transportwagen.